vijf jaar geleden hebben wij de camping overgenomen van mijn schoonouders. En het is van oorsprong één bedrijf geweest, dus alles liep nog door elkaar heen. Dus we wilden het graag nu een keer losknippen en een verduurzaamheidsslag maken. Maar we wisten eigenlijk niet hoe te beginnen. En toen zag ik een advertentie in de krant van Zorgpie Bedrijfstak en dat we daar advies bij konden krijgen. En toen dacht ik, nou, misschien is dat een goede eerste stap. Alle vernieuwingen wat we zelf hebben gedaan, dat is al best wel gericht op de duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld een nieuw toilet ook gebouwd met zonnepanelen en een warmteboiler. Maar alle bestaande voorzieningen die er al waren voor onze tijd, zeg maar, die kunnen we nog wel wat verbeteren. Omdat Thijs aangaf dat het een vrij complexe situatie is bij ons, omdat we dus echt twee bedrijven zijn wat echt losgeknipt moet worden, heeft hij ons geadviseerd om met een adviesbureau in zee te gaan. En hij heeft ook aangegeven dat hij mee wil kijken in het traject. Dus we kunnen hem altijd bellen voor advies. En dan gaan we eigenlijk kijken naar welke aansluiting moeten we verzwaren. Welke kunnen we splitsen door een tussenmeter aan te leggen. En dan gaan we kijken waar kunnen we de zonnepanelen neerleggen. Hoeveel kunnen er op het dak. Dus dan wordt echt al een volgende verstap gemaakt, zeg maar, daarin. Nou, ik zou zeker adviseren voor andere ondernemers om contact op te nemen. Thijs is een hartstikke kundige man, die weet heel veel. Die kan je echt op weg helpen in de eerste stap naar verduurzaming van je bedrijf. Het heeft ons echt wel veel gebracht.